Ruim 8000 ballonnen vormden dinsdag op het Malieveld in Den Haag de woorden Stop TBC. De actie is onderdeel van de campagne Stop TBC. Acteur en ambassadeur van de campagne, Peter Faber, liet samen met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties de ballonnen de lucht in. Met de actie wordt aandacht gevraagd voor Wereld Stop Tuberculosedag op woensdag 24 maart. Nou, ik ben ambassadeur van de campagne Stop TBC nu. Want ik heb zelf als kind TBC gehad en genezen. Maar het rare feit dus ervoor dat je nog steeds, 2 miljoen mensen per jaar sterven aan TBC. Dus elke 18 seconden sterft er iemand. En dat is onnodig, want tegenwoordig kan iemand genezen worden. Ik werd genezen door vetmest. Ik lag 7 maanden te kuren. Gortepap, havermoutpap, griesmoutpap, yoghurt. Als een vet varken. Na 7 maanden was ik genezen van TB. Alleen nu doemt het steeds weer op die TBC. Tuberculose is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de TBC-bacil. De ziekte kan overal in het lichaam voorkomen, maar vooral in de longen. En de klachten bij de mensen die beginnen met hoesten en gewichtsverlies. En op dit ogenblik is het zo dat 1/3 van de wereldbevolking dat die besmet is met de tuberculosebacil. En jaarlijks hebben we ruim 9 miljoen mensen die de ziekte krijgen. In Nederland was TBC ooit volksziekte nummer 1. Vandaag de dag overlijdt nog iedere 18 seconden iemand in de wereld aan TBC. Met de campagne Stop TBC wil KNCV Tuberculosefonds de wereldwijde strijd tegen TBC extra kracht bijzetten. Every 18 seconds somebody dies. Deze ballonnenactie is vandaag omdat tuberculose nog steeds de tweede meest dodelijke infectieziekte in de wereld is. En dat terwijl we een patiënt volledig kunnen genezen voor €60. Vanwege het feit dat wij ook hoe langer hoe meer reizen, is er ook het gevaar dat tuberculose in Nederland kan terugkomen. En daarom vinden wij dat we tuberculose bij de bron moeten aanpakken. En daarom vragen wij vandaag ook weer aandacht voor tuberculose. Meer dan ooit. Nederland telde in 2009 ruim 1100 TBC-patiënten. Het aantal besmettingen is daarmee na jarenlange daling weer gestegen.